Davy, 2-1 nederlaag laatste minuten tegen Sint-Truiden. Heel zuur. Absoluut, ja. Het is jammer dat we in de laatste minuten een puntje weggeven hier op Sint-Truiden. Ik denk tweede helft dat we te weinig van onder de druk konden uitkomen, te weinig zelf gecreëerd. We waren eigenlijk tegen onze eigen 16 geplakt. En, ja, dan is er één bal die voor mij jammer genoeg niet goed viel en die ging binnen. De 2-1 zelf, leg eens uit. Wat gebeurt daar volgens jou? Het was een voorzet en die bal werd gedeviëerd hoog in de lucht. En ik wil uitkomen om de bal te pakken eigenlijk. Ik krijg een beetje contact met de aanvaller, waardoor ik uit evenwicht ben en ik zit volledig naast de bal. Dus ik neem de schuld op mij van dat tweede doelpunt en het is jammer dat we daardoor de wedstrijd verliezen. Schuld op jou, geen mogelijke overtreding? Ja, dat laat ik aan jullie om te oordelen en aan de scheidsrechter. De scheidsrechter heeft gezegd van niet, de VAR heeft ook gezegd van niet. Dus ik denk dat dat wel correct zal geweest zijn, jammer genoeg. Wij verliezen in de laatste minuten, Lokeren heeft net gewonnen. En ineens is die kloof amper 5 punten. Maken we ons zorgen? Nog niet, denk ik. We hebben nog altijd 5 punten met nog 5 wedstrijden te gaan. Dus het is natuurlijk, we zijn al een aantal weken op zoek om zo snel mogelijk die zekerheid te halen om in eerste klasse te blijven. We gaan ons uiterste best doen om dat zo snel mogelijk te doen met volgende week te beginnen. Hoor ik graag. Dank je. Floriano, une défaite contre Saint-Truiden. Beaucoup de frustration. Croyez-vous que un point était peut-être mérité pour nous? Oui, même 3 points. On était venu ici dans l'idée de gagner parce que c'est ce qu'on essaie de faire pour chaque match. Et c'est vrai qu'à la fin de match, on pouvait garder le 1-1 et prendre un point. Et là, on part avec 0 points. C'est très frustrant. Nous avons eu beaucoup d'espace dans le deuxième temps, mais malheureusement, nous n'avons pas fait beaucoup de choses avec ça. Ouais, c'est vrai qu'on avait les espaces en deuxième mi-temps et on ne les a pas bien utilisés. Et voilà, là, aujourd'hui, on repart avec 0 points, c'est ça le plus frustrant. Qu'est-ce que vous croyez, cet moment, le 2-1 pour Saint-Truiden tombe? Ouais, c'est un peu tout ce qu'on n'avait pas espéré. Et c'est vrai que c'est... À part la frustration, je pense que rien d'autre était présent aujourd'hui en fin de match. Merci.